beginnen met de actualiteit omtrent de coronabesmettingen. De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord heeft als volgt besloten. Alle grootschalige carnavalsevenementen in de regio, waar veel mensen op afkomen, gaan tot nader bericht niet door. Een aantal evenementen rondom de opening van het carnavalsseizoen, de 11e van de 11e, worden daarom afgelast. Noord- en Midden-Limburg heeft momenteel het hoogste aantal coronabesmettingen van Nederland. Daardoor staat de zorg in de regio onder druk. Het verlenen van zorg komt mede in gevaar door het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel. De burgemeesters van de 15 aangesloten gemeenten vragen iedereen om het gezonde verstand te gebruiken en alle geldende coronamaatregelen op te volgen. Dit vanwege de stijgende besmettingscijfers. Evenementen die het komende weekend 5, 6 en 7 november gepland staan, gaan gewoon door. Over de Sinterklaasintochten wordt maandag in het Landelijk Veiligheidsberaad opnieuw overlegd. Nadere besluitvorming volgt daarna. De gemeente Maasgouw gaat door met het uitzenden van gemeentelijke programma's via ML5. Het gaat om de maandelijkse raadsvergadering en het Maasgouwjournaal. Dit doet de gemeente met name voor de groep mensen zonder toegang tot internet. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is er nog altijd een groep mensen die geen toegang heeft tot internet. Daarnaast zendt Omroep ML5 dagelijks nieuwsberichten uit in het kader van de vrije nieuwsgaring. Emiel Roemer wordt per 1 december aanstaande de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Limburg. De heer Roemer, geboren en getogen in Boksmeer, is 59 jaar oud en lid van de Socialistische Partij. Van 2010 tot 2018 was hij fractievoorzitter voor deze partij in de Tweede Kamer. Ook was hij waarnemend burgemeester van Heerlen. Hij volgt Theo Bovens op, die op 1 april jongstleden zijn ontslag als commissaris van de Koning aankondigde. Tot 1 december aanstaande is de heer Remkens nog waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Op donderdag 18 november vindt voor de 21ste keer de jaarlijkse internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid plaats. Het is nu 77 jaar geleden dat het Leudal werd bevrijd. De herdenking start om 14:00 aan de Rogelseweg 58 te halen bij het Leudal Museum. Uiteraard is de wijze van het kunnen organiseren van de herdenking afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. De herdenking is te zien bij Omroep ML5. Verdere informatie is te vinden op de website van de stichting www.monumentoftolerance.com. De Vastenoven komt er weer aan. De kaartverkoop voor de voorronde van het Limburgse Butenkampioenschap 2020 start op vrijdag 5 november om 11:00. En wie wordt de opvolger van de regerend butenkampioen Theo Nelle uit Heide? De voorselecties worden gehouden in Venraai op 15 november, Roermond op 16 november en Sittard op 17 november. Kaarten voor de avond kosten €15 en meer informatie is te vinden op www.lvka.nl. De kerst staat alweer voor de deur en om iets goeds te organiseren moet er tijdig worden gestart. Het bezoekerscentrum Leudel zoekt spelers voor een levende kerststal. Er wordt nog gezocht naar de hoofdrolspelers, het kerstkindje met Maria en Jozef, een aantal engelen, 3 koningen, herders en bezoekers. En ook, zeker niet onbelangrijk, mensen die willen meehelpen bij de organisatie hiervan. Ben je of weet je iemand die het leuk vindt om hieraan mee te werken? Laat het dan weten. Verdere informatie is te vinden op de website van het bezoekerscentrum Leudal. Afgelopen dinsdag werd door de gemeenteraad van Leudal de begroting 2022-2025 vastgesteld. In de begroting kunt u lezen hoe de gemeente aan haar geld komt en waaraan de gemeente haar geld uitgeeft. Financiële meevallers van het Rijk geven Leudal iets meer lucht in de begroting. Maar bezuinigingen met name op het gebied van de WMO en de jeugdzorg zijn onvermijdelijk. Er wordt budget vrijgemaakt voor extra bladkoven
en om het achterstallige groenonderhoud in te lopen. Ook komt er meer financiële ruimte voor duurzame projecten en wordt het subsidieplafond voor evenementen verhoogd. Het afschaffen van de hondenbelasting werd verworpen. De begroting werd aangenomen met 14 stemmen voor vanuit de coalitie en 10 stemmen tegen vanuit de oppositie. En wilt u meer weten over dit onderwerp, kijk dan op de website van de gemeente Leudal. Vanaf de maand september worden er volop werkzaamheden verricht aan de openbare ruimte in het centrum van Heidhuizen. De afgelopen jaren kreeg de gemeente veel meldingen binnen van foutparkeerders op de loopstroken, gevaarlijke situaties bij het laden en lossen en onduidelijke voorrangssituaties. En daarom heeft de gemeente in 2019 een verkeersveiligheidsanalyse laten uitvoeren. Op basis van deze analyse zijn enkele voorstellen gedaan om de veiligheid in het centrum te verbeteren. Om de overlast te beperken en de winkels zoveel als mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. Inmiddels is de ene laatste fase in gang gezet, de straten en het plein tussen Sint-Nicolaaskerk en de Jumbo. Als laatste wordt de Stationsstraat aangepakt en als alles volgens planning verloopt, is het centrumplan eind december klaar. Ten gevolge van de stijgende coronacijfers zullen allerlei evenementen en bijeenkomsten worden afgelast. Het is raadzaam bij de desbetreffende organisatie te checken of de activiteit die u wilt bezoeken doorgaat. En vraag uzelf vooral af of het überhaupt verstandig is om te gaan. Vanaf vrijdag 5 november start de betoverende en muzikale toverroute in de binnenstad van Roermond. Na het succes van het afgelopen jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om in Roermond te toveren. De vernieuwde toverroute bestaat dit jaar uit maar liefst 40 interactieve toverpunten en 5 grote XL-toveretalages. Hier kunnen kinderen door middel van een interactief toverstokje de magische muziekinstrumenten laten verlichten. Met de bijbehorende QR-codes beleven de kinderen een extra dimensie met leuke en leerzame muzieknummers. Smartphone is daarbij wel vereist. Aankomende vrijdag 5 november is iedereen vanaf 3:30 welkom op het Kloosterwanplein in Roermond. Op zaterdag 6 november geeft Björn Oostra, hoofdredacteur van dagblad De Limburger, in café Schenkske aan de Hoofdstraat in Neer een lezing over het dalend vertrouwen in de journalistiek en de toenemende agressie tegen journalisten. De avond start om 8:30 en de toegang is gratis. Op zondag 7 november om 3:00 verzorgt Harmonie Sint-Cecilia Maasbracht een najaarsconcert samen met de Koninklijke Harmonie van Roermond. Dit concert vindt plaats in zalencentrum De Spil aan de Suikerdoossingel te Maasbracht. Op zondag 19 december presenteert Torna Cultura om 4:00 een uniek winterconcert in de Stefanuskerk te Heel. De uitvoerende muzici zijn Marjan Lambreeks, zangvereniging Maas en Neergam uit Neer onder leiding van Sylvia Bergs, fluitiste Beate Matvejeva en pianiste Dorenda Notermans. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Torna Cultura en de kassa van het evenement. En ook hier geldt, houd de coronamaatregelen in de gaten. En dan het weer voor komend weekend. Licht wisselvallig herfstweer met vrij veel bewolking en af en toe zon. Middagtemperatuur rond de 11 graden.